Dit is een ander onderzoek dat we hebben gedaan voor Yogiti. En dit onderzoek hebben we uitgevoerd in de Ecoplaza. Dus we hebben in de Ecoplaza de impact gemeten van deze in-store visuals. Nou, die stond op een stand, die visuals. Dus dat waren vier verschillende categorieën. En hier zie je die stand. Dus boven zie je in dit geval de rode visual. Maar daar hebben we dus ook nog de drie andere visuals geplakt. Die hebben we getest in de Ecoplaza. En vervolgens hebben we ook de verkoop bijgehouden van Yogiti. En wat we toen hebben gedaan is dat we daarvoor, voordat we dus daarmee aan de slag gingen, dus de echte in-store verkoop, hebben we twee verschillende onderzoeken gedaan. We hebben een traditioneel onderzoek gedaan, dus aan mensen gevraagd, nou, wat vind je de meest effectieve visual? En we hebben dit ook wederom met behulp van MRI-onderzoek gemeten om te onderzoeken welke visual het beste in staat is om het brein op een positieve manier te beïnvloeden. Nou, ik ben ook heel erg benieuwd wat jullie hiervan vinden. Dus kijk even goed. Het zijn er 4. 1, 2, 3 en 4. Denk er even goed over na en maak dan voor jezelf een keuze. Welke vind jij het meest effectief? Dus welke visual gaat leiden tot de meeste verkoop? Ik laat jullie heel even nadenken. En dan laat ik zo meteen de resultaten zien. Nou, we hebben dit dus op twee verschillende manieren onderzocht. Dus allereerst hebben we gekeken naar zelfrapportage. Dus we hebben aan mensen gevraagd, zoals ik net bij jullie deed, wat vind je de meest effectieve visual? En daar kwam deze visual kwam als best scorende visual uit de bus. Dus de meeste mensen gaven aan dat deze visual het beste in staat is om hun koopintentie op een positieve manier te beïnvloeden. Maar goed, dit is wat mensen zeggen. Overigens was dit de enige visual die door het reclamebureau is gemaakt. En als je het aan mensen vraagt, dus op een bewuste manier, dan geven ze aan, het groepsgemiddelde geeft dan aan dat dit de meest effectieve visual moet zijn. Dat was niet wat we uiteindelijk vonden in de salesresultaten, kan ik alvast verklappen. Wat wij zagen in ons MRI-onderzoek is dat deze visual het beste scoorde. Ik moet hier nog iets bij zeggen, want deze vrouw op deze visual, dat is de tante van een stagiair waar ik dit onderzoek mee heb uitgevoerd. Die had een tante die het wel leuk vond om aan het onderzoek mee te doen als een model. Dus die hebben verschillende poses laten aannemen, waarvan wij wel wisten dat die poses waarschijnlijk goed zouden scoren. Nou, hier zie je dat deze visual heel erg goed scoort op onze MRI-resultaten. Dat zie je links in de spinnenweb. Wij meten met het MRI-onderzoek 13 verschillende voor koopgedrag relevante dimensies, emoties. Aan de bovenkant in het groen de positieve emoties, zoals begeerte, opwinding, verwachte beloning en vertrouwen. Aan de onderkant in het rood de negatieve emoties, angst, irritatie, afkeer en gevaar. We meten de engagement, de beloning, betrokkenheid en herkenbaarheid en 2 impactdimensies. Nou, je ziet hier de resultaten van de visual van de tante van de stagiair. Die is in het bruin weergegeven. En je ziet ook de resultaten van de visual die het reclamebureau heeft gemaakt. Nou, en er waren verschillende significante verschillen tussen die twee verschillende visuals. En die verschillen kun je zien tussen een stuk wit, tussen die verschillende gekleurde bandbreedtes. Waaronder hierop involvement, betrokkenheid. Dus de tante van de stagiair is beter in staat om betrokkenheid in het brein te activeren. Maar ook meer beloning, meer spanning of opwinding en een sterkere verwachte beloning. Dus het zijn allemaal sterke positieve emoties die significant sterker worden geactiveerd door de visual van de tante van de stagiair dan door de visual van het reclamebureau. De visual van het reclamebureau was wel beter in staat om op een impactdimensie hoger te scoren, significant hoger te scoren, nieuwheid of verrassing, wat aangeeft dat die visual er dus wel mooier uitziet. Maar mooi is niet altijd goed, het is ook niet altijd effectief. En dat zie je wel in deze resultaten. Want onze voorspelling was dus dat de tante van de stagiair een stuk effectiever zou zijn dan de visual van het reclamebureau. Nou, laten we dan gaan kijken naar de daadwerkelijke verkoopresultaten. Dus ik gaf het al aan, we hebben dit getest in de Ecoplaza. Daar hebben we ook echt de verkoop van Yogiti kunnen bijhouden. En wat we daar zagen was dat de tante van de stagiair bijna 10% meer thee verkoopt dan de visual gemaakt door het reclamebureau. Nou, hoe komt het nou? Want de visual van het reclamebureau, ja, die ziet er wel mooi uit. Zorgt wel ook voor nieuwheid of verrassing. Maar wat je bij die tante ziet, is dat zij een slokje van haar thee neemt. Nou, we hebben het net gehad over spiegelneuronen. Als je dit ziet,
dan is je brein daar dus ook mee bezig door middel van die spiegelneuronen. Dus dat slokje, het nemen van een slokje van de thee, wordt in je brein dus gespiegeld. Wat ervoor zorgt dat je brein dus eigenlijk ook bezig is met even een slokje thee aan het nemen. En dat zorgt dus voor allemaal positieve resultaten. Zoals dus beloning, verwachte beloning, maar ook betrokkenheid. Omdat je het dus goed kan spiegelen. Ja, en dat zijn dus allemaal positieve emoties die uiteindelijk ook positief bijdragen aan verkoop. En dat zagen we dus ook uiteindelijk echt terug in de verkoopresultaten van Yogi Tea.